Dit is het vijfde deel over oncologie. En dit laatste deel gaat over de processen van infiltratie en metastasering van tumorcellen. Nou, we zien dat naarmate een tumor groter wordt, en dat is weergegeven hier op de horizontale as, zie je dat de kans op het ontstaan van een uitzaaiing, oftewel metastase, eigenlijk toeneemt naarmate de primaire tumor ook groter is. Nou, die normale cellen vormen een vast verband onderling als ze met elkaar in aanraking zijn. Wat we zien bij kankercellen is dat ze niet die vaste verankering hebben en ook niet zo een soort van remming krijgen als er meerdere lagen gaan ontstaan. Dat maakt natuurlijk dat ze zich lokaal heel erg kunnen uitbreiden en door de verminderde verankering wellicht ook een sleutel tot het proces van de verspreiding. We zien ook dat inderdaad in vitro, dat is weliswaar de beperking, want het is in de cel kweken, dat je normale cellen hebt die aan elkaar vastzitten, dat er geen meerdere lagen op elkaar worden gevormd. En dat is volstrekt in tegenstelling tot de foto hier rechts, waarbij het tumorcellen betreft, en er wel meerdere lagen worden gevormd. En je ziet ook dat het onderlinge verband minder netjes geregeld is. Nou, het proces van invasie en infiltratie, als we dat eerst eens globaal gaan bekijken, dan zien we dat er een tumor wordt gevormd, dat er een lokale invasie is, totdat er een bloedvat of lymfevat bereikt. Dat zal het meestal een ader of een lymfevat zijn. We brokkelen cellen af in het vat en zullen dan vervolgens via de bloedbaan of via de lymfevaten worden vervoerd. Het zijn naar de regionale klierstations of via de bloedvaten naar de voorkeursplekken. Dat weet je dat het longen, skelet, hersenen en lever zijn. Daar zullen ze dan weer iets heel raars gaan doen. Namelijk, dan zal het er ook uit moeten kruipen, dat noemen we extravasatie, en je hebt dan een micrometastase gekregen en die zal opnieuw moeten gaan uitgroeien. We hebben in de vorige presentatie ook gezien dat er daarvoor weer nieuwe bloedvaatjes nodig zijn. Wat is nou infiltratie? Normaal gesproken vormen cellen een hecht verband en dat doen ze door zogenaamde hechtingseiwitten, oftewel adhesie-eiwitten. En een voorbeeld daarvan is het cadherine. En daarvoor hebben we dan verschillende subtypes weer. Cellen kunnen bewegen en normale cellen doen het eigenlijk nauwelijks, maar ze hebben wel allemaal een celskelet met microtubuli en blijkbaar kunnen kankercellen ook dan signaalmoleculen maken die dan dat microtubulaire skelet of het celskelet gaan activeren en daarmee bewegelijkheid kunnen krijgen. Dan ben je er nog niet, want dan moet het ook echt gaan infiltreren en ergens in doorbreken. En dat kan alleen maar als er eiwitoplossende enzymen worden geproduceerd. Dat noem je proteasen. En die zijn onder andere van belang indien er een basaalmembraan, wat natuurlijk een natuurlijke barrière van epithel is, om die te gaan doorbreken. Bijvoorbeeld om in een bloedvat te gaan komen. We zien hier een paar veranderingen in die celadhesiemolecules. Dus normale pigmentcellen, melanocyten, gebruiken het zogenaamde E-catherine. Het melanoom gebruikt daarnaast ook het N-catherine. En dat zorgt ervoor dat er een lage hoeveelheid is van het E-catherine, waardoor die melanoomcellen zich los kunnen maken van keratinocyten. En keratinocyten zijn normale losse huidcellen. En dat betekent dus dat zo'n melanoomcel op die manier als het ware kan infiltreren in de omgevende cellen. Daarnaast worden er ook die proteases gemaakt en een centrale rol daarbij is het plasmine. En het zogenaamde plasminogeen activator vormt plasminogeen om naar plasmine. Normale weefsels bevatten eigenlijk allemaal plasminogeen en zodra dat gevormd wordt zie je dan dat onder invloed van het plasmine de basaalmembraan wordt afgebroken en dat er splitsing van inactieve voorlopers van metalloproteinases worden gemaakt die een verdere afbraak van de extracellulaire matrix zullen veroorzaken. We zien hier een serie
van dia's achter elkaar. Het zijn er vier in totaal. Dus nou, in eerste instantie wordt natuurlijk de intercellulaire verbindingen worden losgemaakt. Dus tussen de cellen onderling. Dan zullen we zien dat ook de vastgehecht wordt aan het basaalmembraan. Vervolgens zullen er ook enzymen worden afgegeven die dat basaalmembraan zullen doen doorbreken. En er kan dan een infiltratie plaatsvinden na activatie van het celskelet. Nou, als dat gebeurd is, dan heb je in wezen nog niks aan de hand. Want dan zullen er klompjes tumorcel in de bloedbaan terechtkomen. Ja, over het algemeen betekent dat dat door het immuunsysteem zal worden afgebroken. Als dat niet het geval is, dan krijg je een bolletje met tumorcellen. En dat zal zich op de een of andere manier dan weer weten aan te hechten aan de basaalmembraan van een vat en naar buiten kunnen gaan. Ja, en dat is natuurlijk wel weer eventjes een apart proces. Hoe vindt dit nu plaats, dat aanhechten? Ja, dus je kunt natuurlijk denken aan de manier waarop de witte bloedcellen aanhechten bij extravasatie van wat er bij een ontstekingsproces gebeurt. Nou, misschien vergelijkbaar iets. Nou, cellen kruipen er weer uit en op basis van angiogenesis zal dan een tumorklompje verder gaan uitgroeien. Hier zien we nog een keer uitvergroot. En dus het infiltreren, dan in de bloedbaan terechtkomen. Wellicht gebruik maken zelfs van witte bloedcellen om vast te hechten aan de celwand. En dan weer een extravasatie op afstand waardoor er een metastase is ontstaan. Ja, en dan zien we ook dat afhankelijk van het tumorceltype, dat er ook verschillende migratiestrategieën zijn. Het kan zijn ameboïd en dat een cel dan alleen voortbeweegt, of dat het zelfs in groepjes gaat, zoals bij een melanoom of bij andere epitheliale tumoren. Nou, we zien hier ook dat nog een keer weergegeven is, nou, migratie en adaptatie. En de ameboïde vorm, en ze van, zonder proteases, deze vorm van voortbeweging. En hetzelfde geldt dan eigenlijk ook voor de strook van tumorcellen die samen voort kan bewegen en dan gezamenlijk als een soort van amoebe in weefsel en in vezels weg kan groeien. Ja, en dan zie je natuurlijk nog met het verhaal van ja, hoe gaat dat in een ruimtelijke omgeving. En we zien dan, van, ja, dit is dan zoals dat in vitro zou kunnen gaan natuurlijk, op een plaat waarbij een cel zich voorbeweegt en eventueel dan loslaat. Maar in een 3D-omgeving, ja, dan moet je dus ook eigenlijk dat al hele 3D-effect mee gaan betrekken. Kortom, veel is nog onbekend en dit is tevens de laatste dia van het vijfde deel van oncologie.